Goedemiddag. 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 Dan begin ik met IJsvers, omdat ik gok dat u Henk van Dijk bent. Klopt, helemaal correct. En u bent mevrouw? Tineke van Dijk. Nee, Altena. Schade-expert. Schade-expert. Geertsen, volgens mij. Klopt. Helemaal correct. Moeder en zoon? Ja. Ja. Meneer Jol? Ja, Gerard Jol. Gerard Jol. Ja. Ik ben golfbaanarchitect. Golfbaanarchitect. Met specialisatie golfbaanarchitectuur. Nou, hartstikke mooi. Ja. En dan heb ik hier de golfvereniging. En er zit een Mutsaerts en een Breukink, volgens mij. Ik ben Marius Breukink. Hallo. Paul Mutsaerts. Nou, dan is iedereen die er toe doet, is aanwezig. Dan gaan we bij u in de schuur kijken. Oké. Okay. De golfballen die komen zelfs nog over het dak heen. De laatste, of nou, een van de laatste gaten die geslagen is, dat is hier bovenin. Zeg maar die hap die daaruit is. Kijk, hier maak ik ze altijd dicht, want als ik ze niet dicht maak, dan hebben we heel veel inwatering. Ja. Daar zit er nog één en onderin de hoek is nog een stuk afgebroken. Daar is dat ook een inslag? Ja, ja. Ik denk dat de meeste ballen die de schade aanrichten, die komen vaak van de zijkant. Die komen van de tweede of derde slag? Ja, de tweede of de derde slag. U zegt, we hebben ook schade aan butsen, dus aan de buitenkant. Ja, en ik wil de paardenpak nog even zien. Oké. Okay. Kijk maar, daar allemaal. Ja, maar dit zijn. Dit zijn bulten, geen deuken. Meestal zitten aan de achterkant. Jawel, ja, maar jullie zeggen van dat de ballen van de zijkant komen, maar dat is niet waar. Kijk maar, hier aan de achterkant zitten wel mutsen. Hier. Die komen allemaal daar weg. Ja, maar je zei net dat de meeste ballen van de zijkant kwamen. Op dak wel, ja. Op dak komen ze van die kant. Ja, maar die komen vandaar, hè? Ze komen van achter hier erheen en dan komen ze erop. Nou, kom eens even kijken. Hier heb ik nog een emmer. Ik heb het speciaal laten liggen. Dat was die bal die ik gisteren... Die komt daar weg. Dat kun je wel zien. Die is daar weggekomen. Ja. Die is hier ingeslagen. Die komt echt daar weg. En dat was gisteren? Eergisteren. Eergisteren. Ja. Die heb je er netjes neergelegd. Ja, nee, oké. Okay, dat zou ik ook zeggen. Nee, maar gelooft u het niet? Nee hoor. Nee. Gelooft u het echt niet? Nee, de meeste komen van de achterkant. Die paardenbak, want daar was discussie over. Toen, Over de plaats van de paardenbak. Ja, die had ook net zo goed daar gekund. Daar de keuze ook... hier is bewust gedaan. Maar wij gaan door toch ook niet over de inrichting van jullie baan? Nee, dat is waar. Die lag er al. Jullie dat heeft er niks later mee te maken. Dat heeft er heel veel mee te maken. Je hebt geen oudere rechten omdat je hier lang in zit. Ja, maar je legt hem stijf langs golfbaan. Ja, maar ik hoef geen rekening te houden met de golfbaan. Lijkt me gek. We hadden ook al een keer een hoefsmid hadden we hier, was bezig en die had het paard genageld. En die had klaar om de laatste slag te geven. En de nagel zat er nog niet helemaal in. Knalde er een bal hier op de zijkant van de schuur. Paard springt door, komt naar beneden. De nagel krom en die schiet weg in het leven. Paard 5 weken kruppel. Dus dat is hetzelfde, waar jullie daar ook rekening mee moeten houden, dan kan ik wel zeggen, ja, er staat een schuur, daar moeten we maar rekening mee houden. Er waren toen geen paden. Maar dat maakt niet uit. Er stond niet in de koopakte dat we hier niks mochten in verband met de golfbaan. Nee, dat stond er bij ons ook niet. Dus als er 10 ballen dus door het dak vliegen, dat je hier, en ik heb er één, dat risico is voor ons zelf. Dan wil ik deze discussie hier afsluiten. Kunnen we misschien op de hoorzitting verder, maar ik heb ook nog meneer meegenomen. Meneer Altena, mag ik met u het dak op? Ja, we gaan kijken. Goed, meneer Altena, wat zien we? Ja, de leeftijd is natuurlijk wat de eigenaar ook al zei. Hè? Hij is gebouwd in 1997, dus dat zal ook de leeftijd van de golfplaten zijn. Nou, wat je hier duidelijk ziet, dat deze platen ook inmiddels hard zijn geworden. En mede daardoor ook minder bestand tegen een golfbal. Dus, ja, er zitten ook vrij grote gaten af en toe. Hè? Daar zie je ook een heel groot gat en daar een heel groot gat. Dat heeft ook mee te maken dat die plaat inmiddels zo hard is geworden door de leeftijd. Dat op het moment dat er een bal doorheen gaat, dat dan de rest ook kapot springt. En de golfplaat op, ja, die wordt ook wel iets brosser, maar die zal in de loop der tijd eigenlijk, nou, het verandert niet veel of die tegen de golfbal zou kunnen. En dat is bij de lichtplaten, zeg maar, de lichtdoorladende platen, is dat wel anders. Die worden elk veel brosser. Ja.